Hoe komt het dat zoveel Brusselse jongeren werkloos zijn? En vooral kortgeschoolde jongeren? Dat komt omdat er eigenlijk een paradox is binnen Brussel. Brussel is een... daar is de dienstensector vooral heel belangrijk. De dienstensector vraagt vooral hoogopgeleide mensen. En binnen Brussel ziet men dat er heel veel schooluitval is. Heel veel laaggeschoolde, laaggekwalificeerde jongeren. Dus daar is wel een duidelijke mismatch. Waardoor dat die jeugdwerkloosheid wel heel hoog is. Maar daar gaan jullie iets aan doen door de Youth Guarantee. Vertel eens hoe dat in zijn werk gaat. Inderdaad, dus we hebben in oktober 2013 de dienst Youth Guarantee opgericht. Dat gebeurt in fasen. Dus vandaag werken we vooral nog met het aanbieden van stages aan de jongeren. Maar morgen gaat dan ook meer de nadruk komen op werk specifiek voor de jongeren. Dus men vertrekt altijd vanuit een werkaanbieding waar dat jongeren die daarvoor geschikt zouden zijn, die geïnteresseerd zijn in dat soort beroep, worden opgeroepen. En dan worden die jongeren eigenlijk klaargestoomd voor het selectieinterview met de werkgever. Dat gebeurt vaak individueel, maar als het gaat over veel soortgelijke functies bij dezelfde werkgever of veel dezelfde functies dan in het algemeen, gebeurt dat in groepsessies waar ze dus eigenlijk op een hele interactieve manier worden voorbereid op het selectiegesprek zelf bij de werkgever en dat werpt echt wel vruchten af. Dus jullie werken eigenlijk ook vooral op vlak van attitude in plaats van echt... De seks in de sessie zei Alain Heureux, de zaakvoerder van die Agate. Het is belangrijk om misschien meer op attitudes in te zetten dan echt op skills. Ervaar je dat ook zo? Ja, inderdaad. Voor de werkgever is het vaak belangrijker van een gemotiveerde jongere te hebben met een zekere arbeidsethos, een zekere gedragscode, dan een ervaren jongere waar ze niet kunnen op rekenen, die niet gemotiveerd is. Dus ja, inderdaad, wij focussen op die gedragscodes, op arbeidsethos, attitude. En dat gebeurt zowel binnen de individuele coaching als de collectieve coaching, maar ook daarvoor als blijkt dat jongeren eigenlijk niet klaar zijn voor werk, krijgen die een soort voortraject, een vooropleiding, voor ze naar de Youth Guarantee kunnen gestuurd worden. Heb je soms niet als overheid het gevoel dat je eigenlijk een beetje het werk moet opknappen van andere mensen? De jongeren slagen er ook dankzij het onderwijs vaak niet in om eigenlijk geschikt te zijn voor de arbeidsmarkt. En de arbeidsmarkt lijkt ook niet echt zo keen om veel jongeren aan te werven. Waarom moet de overheid daar zoveel middelen in investeren? Zouden er eigenlijk geen directe passerelle moeten zijn tussen de twee? Wat is jullie rol? Ja, dat is nu eenmaal zo. Het gewest heeft geen bevoegdheid rond opleiding. Dus spijtig genoeg kunnen wij daar niet veel aan doen. Maar we hebben nu wel een klein beetje meer bevoegdheid dankzij de zesde staatshervorming. Dat we dus zelf mogen opleidingen bestellen. Dus wij kijken naar wat er tekort is aan opleidingen vanuit de werkgevers dus vooral. We luisteren naar de noden van de werkgevers en zien dan wat voor opleidingen er nodig zijn. En die kunnen we dan rechtstreeks bestellen bij de verschillende partners die opleidingen aanbieden. Dus dat kunnen we wel doen.